Zorg ervoor dat de regels zo ruim mogelijk worden om innovatie mogelijk te maken. Bijvoorbeeld samenwerking met softwareleveranciers, participatie in start-ups. Dat soort zaken zijn nodig. Als we dat niet doen, dan verliezen we terrein ten opzichte van de concurrentie en gaan we uiteindelijk de boot missen. Om gedragsregel 361 van de Europese gedragsregels, het verbod om honorarium te delen met niet-advocaten, niet rigide toe te passen en daarin hier een verruiming toe te laten, om het mogelijk te maken voor investeerders om in vernieuwing in de Nederlandse balie te investeren. Innoveren is risico nemen. Dus daar zou je toe bereid moeten zijn om aan innovatie toe te komen. Ik denk wel dat je moet opletten dat gedragsregels set niet bindende regels zijn die wel als bindend worden ervaren. En dat is eigenlijk een heel mooi fenomeen. Mijn advies aan de commissie Loorbach zal zijn: schaf het no cure no pay verbod af. Dat komt ten goede aan alle rechtszoekende burgers en zal advocaten inspireren om alles uit de kast te trekken. Mijn advies aan de herijkingscommissie is om af te stappen van het rigide provisieverbod. Ik denk dat dat een belemmering oplevert tussen het samenbrengen van vraag en aanbod. En ik denk dat de verantwoordelijkheid voor het waarborgen van de kernwaarde bij de advocaat moet worden gelaten. En dat het betalen van provisie niet altijd daar aan in de weg staat. Ik vind dat de gedragsregels voor advocaten van cliënten die in alle beperkingen zitten, dat die moeten worden veranderd. Nu mag je als advocaat niet zeggen over de inhoud van de strafzaak, terwijl er wel informatie op social media of vanuit de voorlichting van het Openbaar Ministerie op straat kan liggen. Als advocaat moet je cliënt ook in de media kunnen verdedigen.